Overdag is hij een artiest. 'S Nachts is hij een omelet. Ik ga op de foto met Roland Goedemond. En er gebeurt heel veel. Het is een beetje ongemakkelijk. En heel grappig. Ik heb natuurlijk van televisie heel vaak gezien. En ja, dan vraag je natuurlijk ook af, wie zit er eigenlijk achter dat gezicht? Wie is die vrouw? Ik kende Ronald niet persoonlijk, maar ik kende wel zijn cabaret op internet, kende ik wel. En ik heb ook wel eens een televisieprogramma gezien wat hij maakte, Sluipschutters. Maar ik ben afgelopen maandag naar zijn show geweest. En ik moet zeggen, ik heb nog steeds een beetje spierpijn zo hier in mijn midden van het lachen. Ik moest weten wie zij was. En ik ben niet teleurgesteld. Kleurboek voor volwassenen vind ik een goede trend. Het is wel het invullen van iets wat al van tevoren is bedacht voor je. Dat vind ik jammer. Zou ik denken, begin eens een keer met een leeg blaadje. Oeh, spannend, weet je, dat is iets anders. Uitdaging, teken zelf iets. Zo'n cabaretprogramma is natuurlijk iets materiaal wat je gedurende het jaar verzamelt. En de grappigste momenten pak je volgens mij daaruit en dat doe je in een show. Maar hij is nu ook echt heel geestig. Ik ben gek op Nederlandse vrouwen. Ik moet wel zeggen dat ze in Italië zich beter kleden. Dat wel. Maar uiteindelijk toch voorkeur voor Nederlandse vrouwen. Wat ik van de Kardashians vind, ik heb wel eens een aflevering gezien en ik ben daarna altijd depressief. Ik voel me leeg en gebruikt. Kinderen doodgebeten door pitbulls, vreselijk. Wat vind ik van... Oké, bedankt voor deze vraag.